Wat het nu natuurlijk ook hartstikke leuk en spannend maakt, is dat de buitenlanders voor het eerst dit seizoen er ook weer bij zijn. Wij staan hier buiten bij Tial. Binnen wordt er nog hard getraind door de schaatsers, die zich aan het voorbereiden zijn voor het EK Sprint en het EK Allround. En wij gaan even om het hoekje kijken. Maar eerst natuurlijk even mijn handen ontsmetten. Vanwege de bubbel kunnen we de schaatsers natuurlijk niet interviewen, maar we hebben ze wel een GoPro meegegeven, zodat ze elkaar wat vragen kunnen stellen. Ja, nu film je al. En die kapsel, heerlijk. Hey, Roest, niet hard beginnen, hè? Maar jongens, wat vinden jullie van de bubbel? Nee, Boske, gaan we niet als rijden. Waarom doe jij dit? Geef de camera aan die dame. Maar wat doen we? Iedere drie rondjes, zei je? Ja, is goed. Nee, ja, hij is toch prima geregeld allemaal. Ja, maakt me wel goed. Ook dit toernooi blijven de tribunes natuurlijk weer leeg. Maar als ik de schaatsers zo zie, de buitenlanders zijn er weer. Bij mij gaat het ook kriebelen, dus het wordt een grandioos toernooi. Dus zet de televisie aan, jongens.